Minister Antoine Elias van Volksgezondheid is samen met collega-minister Vijay Chutkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie op werkbezoek geweest in het Boven-Suriname-gebied in het dorp Asidongopo. De Volksgezondheidsminister geeft aan dat de districtscommissaris van Boven-Suriname, Humphrey Yeru, heeft gevraagd om de OWTNC-minister Chutkan naar het gebied mee te nemen voor oriëntatie. De bewoners hebben een weg opengekapt en wensen dat deze door het ministerie verder wordt aangepakt, zodat het de omliggende dorpen met elkaar kan verbinden. Volgens Elias kan de weg ook van belang zijn voor het ministerie van Volksgezondheid. Maar het zal ook goed uitkomen voor onze medische posten al hier. Misschien kunnen we dan ook, als de weg er is, een ambulance zetten, zodat de kleinere polies verbonden kunnen worden. Via de weg met de grotere polies is veel sneller, efficiënter, maar daar zal minister Chutkan u meer over vertellen. Ik ben hier omdat wij een poos geleden op verzoek van het traditioneel gezag van het heel binnenland, waaronder ook Asidongopo, dat men graag fysiek artsen wil hebben. Niet overal zijn er fysiek artsen. En nu is het punt aangebroken dat over enkele weken de Cubaanse artsen die nu al in Suriname zijn en een inburgeringscursus krijgen, dat die thans over enkele weken zo ver zullen zijn om hier te komen. Minister Antoine Elias zegt dat de Cubaanse artsen als pijnpunt hebben meegegeven dat zij graag de toegang tot medicijnen willen hebben. Naar zeggen van de bewindsman heeft de Raad van Ministers speciaal voor medicamenten een extra 1,7 miljoen Surinaamse dollar goedgekeurd voor de komende maanden. En wij willen zo de verzoeken van het traditioneel gezag in het heel binnenland gaan oplossen, gaan implementeren, hun wensen in vervulling doen gaan. Al met al, het was een zeer vermoeiende missie, maar wel een heel mooie natuur. We hebben genoten, maar we hebben ook hard moeten werken en we hebben ook harde noten gekraakt. In een van die dorpen hebben we ook een resortsplan gehad. Dat gaan wij doorgeleiden naar de Raad van Ministers en wij gaan proberen. We hebben ze geen harde toezeggingen gegeven, maar de regering Bouterse kennende, decentralisatie in gedachten, dat wij een groot aantal van die punten zullen meenemen en zullen gaan oplossen voor de mensen al hier. Minister Antoine Elias, hij was gisteren op werkbezoek in het Boven-Suriname-gebied in het dorp Asidongopo. De bewindsman is geweest om het traditioneel gezag informatie te geven over de komst van de Cubaanse artsen naar het gebied. In ons bulletin van maandag komen wij terug op dit werkbezoek van de ministers in het Boven-Suriname-gebied.